Mensen, vandaag ga ik naar de voorstelling van Nasreddin Char. De voorstelling heet Ja in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En dit is mijn outfit. Ik heb deze rok gehaald bij Stradivarius voor maar een tientje, dacht ik. De ketting komt uit Zuid-Afrika. En ja, verder, nee, niets bijzonders. Oh, ik heb een beetje make-up gedaan. En ja, ik ben echt benieuwd. Ik kijk er al heel lang naar uit. Ik vind hem echt een hele goede acteur. En ik heb al eerder een show van hem gezien. En die was ook echt super leuk. Nou mensen, ik ben aangekomen hier bij de Koninklijke Schouwburg. Het is echt heel mooi. Maar wacht, ik moet eigenlijk verder staan. Dan kunnen jullie het beter zien. En de voorstelling begint om 8 uur. Er wordt ook een diner gehouden. Omdat het Ramadan is, dus en hij vast natuurlijk zelf ook. Ik weet niet hoeveel mensen er waren, iets van 150 of zo. Dat ik hier met een licht hart ja tegen je wil zeggen. Met ons samen. Met onze verschillen. En nu zijn we hier. U weet, ik heb altijd last van een schuldgevoel, bang dat ik niet goed doe. Dat ik niet goed doe aan hoe het hoort. Maar ik beloof dat ik zal vechten om die angst te bevinden. Om een weg te vinden die recht doet aan wie jij bent en aan wie ik ben. Aan waar jij vandaan komt en waar ik vandaan kom. In een tijd waarin de wereld om ons heen ook lijkt te zeggen dat wij niet samen mogen zijn, is dat soms geen gemakkelijke strijd. En negativiteit is aanstekelijk. Positiviteit ook. Ik zie nu in 3, 2, 1. Ja! En nog even over die voorstelling. Het was echt gewoon super mooi. Ik ben nog steeds helemaal in. Niet in shock, maar gewoon in een beetje. Ja, het doet me ook aan mezelf denken. En ja. Dat dus, maar echt super mooi. Dus ga, als je kaartjes kan vinden, naar een Nasreddin Char. Ja, heet het. Mensen, ongelooflijk. Liverpool heeft 4-0 gewonnen van Barca. Dus als we winnen van Spurs, oh nee, we hebben genoeg aan een gelijkspel. Dan staan we in de finale tegen Liverpool. Dus dan is de kans groter om gewoon de Champions League te winnen. Na al die jaren, mensen. Geweldig. Ik ben zo blij. Het maakt mijn dag gewoon helemaal goed. Het was al goed, maar gewoon nog beter dan dit. Het kan gewoon niet mooier. En met een hele lieve vriend hier naast mij die niet van voetbal houdt. Maar oké, maakt niet uit. Huh? Ja, hij is ook blij. Geweldig, geweldig. Voetbal is like the bomb. So. Nee, hij, oké, laat maar. In ieder geval, hij is blij voor mij. En voor alle Ajax fans, of course. Oké, dat wilde ik even delen met jullie.